Piep. We zijn hier rogge aan het maaien op het ons roggeveldje bij het Beeklustpark. En dat doen we elk jaar. En de mannen die maaien de roggen en de vrouwen die binden de roggen aan schoven. En niet in een spijkerbroek, hè? Niet in spijkerbroek, in de traditionele witte dracht. En de heren hebben ook werkkleding aan met een hoedje op tegen de zon. Johannes ten Velde, zeg, wat een mooi pak, hè, Jan? Ja, dat is voor vandaag. En dit was wat de kinderen zeg maar, vroeger draagden bij het helpen op het land. We zijn oogstgroep Almelo en we proberen de traditie van handmatig roggemaaien in stand te houden. Dit is een zicht. Het is eigenlijk een soort zeis, maar een zeis is voor gras. En een zeis heeft altijd een heel lange steel. Dan sta je met rechterrug bij en dan maai je zo. Maar een zicht die is zo ontwikkeld, vroeger in de oudheid, 19e eeuw denk ik, misschien wel eerder. De Romeinen deden er al mee, die hadden zo'n heel kort zichtje. Maar dit is echt een zicht, er zit een handvat aan, een soort hand. Het komt uit het bos, een natuurstuk hout. Er zit een handvat aan en er zit zo hier zo'n begeleidstuk. En dan steek je je hand dan net voor en dan kun je een mooie slag maken. Die roggen die gebruiken wij om te oefenen voor het dorsen. We hebben een kampioenschap dorsen met vlegel en daar moet je voor oefenen en daar hebben we oefenmateriaal voor nodig en daar gebruiken wij deze roggen voor. Ja, ik moet het voor mijn moeder doen, maar ik vind het zelf ook wel mooi, want het is zeg maar wel een beetje boerenwerk, maar ik vind het ook wel mooi zeg maar, hoe het verschil is van vroeger en nu, want nu gebruiken ze zeg maar echt grote machines en dat ze eigenlijk dit te vergelijken is met vroeger vind ik heel mooi. Thank you.